Toen de veehouder uit Hazerswoude-dorp woensdag in de gaten kreeg dat zijn stal in brand stond, bedacht hij zich geen moment. De koeien moesten er zo snel mogelijk uit. Samen met omwonenden en familieleden heeft hij de koeien de stal uitgeloodst. Een dag later blikken we terug op de grote brand met de zus van de Hazerswoudse veehouder. Wat ik begreep is dat hij ingeseind is door de buren die eigenlijk eerder door hadden dat er brand was dan hij. En ja, toen hij het sein kreeg, is hij direct naar zijn stal gegaan, want hij dacht, mijn koeien moeten naar buiten. Die stonden nog op stal en die moesten naar buiten, want hij denkt, ja, en dat is zijn leven, zijn beesten en zijn land. Hij is daarna natuurlijk tijdens de brand, toen de brandweer nog bezig was, afgevoerd naar het ziekenhuis. En dan lig je daar en je weet niet wat er gaande is en hoe erg het is. En dan kom je terug en dan zie je dat. Eigenlijk vallen zijn verwondingen wonder boven wonder heel erg mee. Het was eigenlijk, ja, hij was helemaal gitzwart, want ja, die rook. En hij had ook het hittegevoel heel erg in zijn lijf. En ja, hij heeft natuurlijk ook last gehad van de rook, dus daar moest hij ook naar het ziekenhuis. Maar zijn haar, vooral in zijn gezicht en zijn hoofd, dat is soort weggeschroeid. Dus dat hebben ze in het ziekenhuis al helemaal kort geknipt, dat het verschroeide eraf. Want de foto's die ik ook van hem zag, had hij ook echt van dat oranje haar in plaats van het donkere haar wat hij anders heeft. Ja. Oh god, ja joh. Maar ja joh, ja, dat is, ja, nou ja, het is erg, maar ja, dan kunnen ze beter maar uit de lijden verlost worden, toch? De koeien zijn elders op een boerderij ondergebracht. Daar worden de gewonde dieren verzorgd. De veearts heeft 4 koeien moeten laten inslapen. Hij is gisteravond, toen hij uit het ziekenhuis ontslagen is, ook gelijk even naar die boer toe gegaan, want hij moest even zijn koeien zien. Ja. In 1979 brandde dezelfde boerderij, destijds nog in aanbouw, ook al af. Om dat gevoel van toen te moeten herbeleven is voor William, de eigenaar van de boerderij, en zijn zus lastig. Toen was het de schuur gedeeltelijk afgebrand en toen was het nog in aanbouw. Dat was 2 weken voor de oplevering en er moest nog wat gelast worden en daardoor brak de brand uit. Dus toen was er eigenlijk bekend waardoor het kwam. Ja, en nu niet. Nu leven we erg in ongewis van hoe heeft dit kunnen ontstaan. Ja, en dat vind ik wel heel extra moeilijk eigenlijk. Dat je denkt van hoe kan dit en vreselijk dat het gebeurd is en weer.